Plaats van handeling is het Katowiki Sportpark in Assen. ACV speelt tegen Spakenburg. Spakenburg verloor 2 keer. Dit seizoen in 6 wedstrijden. Altijd had de tegenstander 3 letters. HFC en AFC. Christen Graaf zal ze dus gewaarschuwd hebben. ACV is nu de tegenstander. Valkuil is dus alfabetisch. Hier zijn de Assenaren. Ploeg die promoveerde. Hier is de kans voor Gijs Jasper. En die mag er best in. Spakenburg ontsnapt daar aan een snelle achterstand. De elftal van de Graaf is dit seizoen veel stabieler dan vorig jaar. Hier is Nijland. Vuistje. Het schot uit de tweede lijn komt van Veenhoven. Weer de doelman. En hier is, ja, als een duveltje uit een doosje, Ahmed El Azouti. Maar weer in de handen van Raymond Nijland. En zo blijft het 0-0. In een wedstrijd die redelijk gelijk opgaat. In prachtige omstandigheden. Ja, dit balletje terug van Suleiman wordt in dank aanvaard. Maar door de tegenstander. En daar goed werk van Artien. Met verenigde krachten wordt daar de goal van ACV voorkomen. En met deze acties lijkt publiek grote winnaar. Wat gebeurt hier? Zo, dit is een cadeautje. Dit is een misverstand. Dit is waar Nijland en Sopakua elkaar aankijken en denken, wat gebeurde er nou eigenlijk? Nou, dit dus. Lange bal. De aanname van de verdediger. Maar Suleiman loopt dan precies daar waar hij moet lopen. En maakt zijn tweede van dit seizoen de eerste tegen zijn oude werkgever Katwijk. Nu dus in Assen trefzeker. Goed gevoel zal het geven. Christen Graaf, die vorig jaar natuurlijk met name uitblonk in de beker, maar in de competitie zeer wisselvallig was. Nu veel meer aanvallende capaciteit ook heeft met Suleiman en El Azouti. Hier de handbalverdediging proberen te slechten van de ACV. Kuruma deed dat. En uiteindelijk loopt dit hier met een sisser af. Publiek ziet mooie dingen. Publiek ook grote winnaar dus in Assen. Maar Spakenburg lijkt iets beter in het veld te zitten. Nieuwe spits ingebracht en die tekent hier gelijk voor de assist. Dat is Floris van der Linden. Hij kwam voor Suleiman. En 7 minuten na rust levert hij de assist hier op El Azouti. Die er vorig jaar toch een heleboel maakte namens Katwijk. Maar pas 1 keer scoorde tegen Rijnsburg. En nu dankt hij Floris van der Linden voor deze prettige assist. En nu moet ACV dus de rug rechten. En dat kan. Overtreding hier op Jasper. Vrije trap op een pettige plek. Tom Winkel. En daar wordt die bal aangeraakt. Dame is kansloos. En het is Freddy Quispel. Die hier dan alle geluk van de wereld heeft. Muziek van Hawaii 5 ook kan gestart worden. En dan kan er ook een slotoffensief komen van ACV. Dat ongetwijfeld nu op jacht gaat naar de 2-2. En geeft ze ongelijk. Voordeel gegeven hier door Winkel. En daar is weer die lange spits. Giovanni Zwickstra. Hij krijgt hem op het hoofd, maar niet meer dan dat. Spakenburg toch een beetje met de rug tegen de muur. Weer een combinatie die aardig lijkt. Maar uiteindelijk gaat de bal hoog over de goal. En daar waar men nog op van alles hoopt bij ACV fluit Tom Winkel voor het eind. Hij vindt het genoeg geweest. Spakenburg wint met 2-1 in Assen van ACV.